Maar eerst even Victoria's Secret. Kijken jullie graag naar, hè? Victoria's Secret. Heel graag. Ja, dat, ja vooral jij. Ja. Zo'n zwoele stem ook. Heel graag. Nou, dat was natuurlijk super beroemd. Ze lingeriemerk en die hadden legendarische shows. En iedereen vond het helemaal fantastisch met de mooiste modellen. Romee Strijd zat er onder andere bij Duitse Kroes. En in één keer werd dat afgeschaft. Want woke Nederland, of nou, woke wereld wilde ik eigenlijk zeggen. Vond het allemaal niks. Het is allemaal vleeskeuring. Maar ze zijn weer terug, Hans. Ja, goed, heel hè? Goed. Ja? Speciaal voor jou. Genieten. Dankjewel. Maar moet het kunnen, Rutger? Ja, natuurlijk is dat. Ja, waarom niet? Het is lekker om naar te kijken, dus moet het kunnen. Ja. Nou, dat is een goed argument. Ja. Ja. Ik zal me niet aan Pieter vragen, want dan weten we wat we krijgen. Maar komen ze ook weer in die vorm terug? Of een wat politiek correctere vorm dan? Oh, jij denkt dat er nu gewoon echt het vrouwenlichaam in alle maten en vormen. En... Ja, wat minder sexy, dat ze dan toch aanpassen. Maar misschien zitten er nu wel bobbels in die slipjes. Ja, nou, dat is dan niet verkeerd. Dat is wel meer van deze tijd. Dat weet ik niet. Nou ja, dus, je moet raden of het, of wat het ooit was. Ben je al zover? Jezus.